Het einde van Fortnite seizoen 8 is nabij en er gaan grote dingen gebeuren. En in deze video ga ik jullie alles vertellen over wat er gaat gebeuren, wanneer we het kunnen gaan verwachten. Ik heb alles een beetje aan elkaar gebreid van wat we nou precies kunnen gaan verwachten. Ik denk dat ik een hele solide theorie heb van wat er precies gaat gebeuren. Of meer van wanneer het gaat gebeuren en wat er gebeurd is bij de laatste rune en waarom het allemaal fout is gaan, bla bla bla. Nou, misschien niet zozeer waarom het fout is gegaan, maar wat er voor gevolgen zijn en wat we dus nu kunnen gaan verwachten. Als jullie deze video nu al super tof vinden, drop dan even een like, abonneer op TeVeelGevraagd met dat belletje aan en gebruik ons support code TeVeelGevraagd eventjes in de itemshop. Ik zou het super vet vinden als jullie dat allemaal even doen. Laten we gaan beginnen met deze video. We beginnen ook gelijk met het vulkaan-event, wat daar precies aan de hand is en wat dus er aan de hand is met die 5e rune. Namelijk, deze 5e rune is geen community event. Heel veel mensen denken dat. Wij dachten dat ook. Zelfs bij de livestream dachten we dat ook. Maar ik ben erachter gekomen. Waarschijnlijk achtergekomen. Ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen. Maar ik denk dus dat de 5e rune geen community event is. En ik ga jullie uitleggen waarom ik dat denk. Nou, we hebben natuurlijk nu die rune in de vulkaan zitten. En deze rune, die gaat omhoog. Dus die heeft een balkje die omhoog gaat. En als hij helemaal op top is, dan is hij als het goed is voltooid. We dachten dat we deze omhoog konden krijgen, of kunnen krijgen, naarmate we dingen in de vulkaan gooien. Nou, dit is niet het geval. En ik ga jullie nogmaals uitleggen waarom. Namelijk, als je iets in de vulkaan gooit, dan maakt dat de vulkaan instabieler. Dus eigenlijk iets meer actief. Dit zorgt er niet voor dat het ding omhoog gaat. De laadbalk, laat maar zeggen, omhoog gaat bij de room. Dit is logisch, omdat de balk niet meer naar beneden gaat. De balk gaat alleen maar omhoog. Het gaat wel heel erg traag, maar hij gaat alleen maar omhoog. En bij community events, en volgens mij bij bijna alle community events, zagen we dat de balk ook naar beneden ging. Behalve dan bij het slaan van de rune, daar zagen we dat niet. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn, naarmate hoe meer we erin gooien, hoe hoger die gaat. En hij kan niet naar beneden. Het zou wel kunnen dat het toch een community event is, maar ik denk dat het niet zo is. Want het lijkt er ook een beetje op dat hij op een hele constante manier omhoog gaat. En normaal gesproken bij een community event heb je een soort van piek. En dat is op het moment dat hij gereleased wordt. En daarna zwakt het af en gaat het steeds wat langzamer. Maar nu is het zo dat die balk heel langzaam omhoog gaat. En het lijkt er dus op dat het eerder een timer is dan dat het een community event is. Dus ik zeg niet hierbij dat we massaal moeten gaan stoppen met dingen in die vulkaan gooien. Blijf lekker doorgaan. Voor hetzelfde geld heeft het wel zin. Maar ik denk dat het eerder gewoon instabiel maakt. Dus dat hij even omhoog schiet en dan weer naar beneden. In plaats van dat echt het ding is wat we moeten doen. Want volgens mij gaat hij ook zonder dat we iets doen gewoon omhoog. Nou, dan vraag je natuurlijk af, wanneer is die vol? Wanneer is die aan die piek? Mijn logische antwoord is dat het gebeurt bij het Nexus Event. Kom ik straks nog even op terug. Maar ik heb eventjes een klein beetje onderzoek gedaan. Want het lijkt erop dat de vulkaan al eerder, of dat dit event al eerder klaar is dan dat de Nexus Event zou gaan beginnen. Nexus Event gaat namelijk beginnen om 9 uur morgen. Tenminste, dat is geleakt. Kom ik straks nog eventjes op terug. Maar als het op dit tempo doorgaat, dan is het morgenochtend al klaar. En ik ga uitleggen waarom. Om ongeveer 11 uur gisteren hebben we natuurlijk de update gekregen. En daarbij kwam ook een reset van het 5e rune event. En dit heeft ervoor gezorgd dus dat we opnieuw moesten beginnen. Nou ben ik om 11 uur weer gaan kijken vandaag. En toen zag ik dat de balk nou zo goed als precies op de helft is van dus het hele vulkaan event. Als het dus zo doorgaat op dit tempo, dan is het dus zo dat we morgen om 11 uur dat die helemaal vol is. Want dat zou logisch zijn, want 11 uur gisteren en 11 uur vandaag de helft, dus 50%. Is precies in 24 uur. Nou, nog een keer 24 uur erbij. Dan is het morgen om 11 uur klaar. Nou, is dit logisch? Niet helemaal. Want het lijkt me logischer als het klaar is bij het Nexus Event. En het Nexus Event is ook morgen, maar dan niet om 11 uur, maar om 9 uur. Dit weten we omdat er leaks naar buiten zijn gekomen, waarin je kan zien waarbij het Unvaulting/Nexus Event zou eindigen. In ieder geval een timer die dan zou eindigen. En het zou heel logisch zijn dat er dan een event zou gaan beginnen. Nou, ben ik erachter gekomen dat die timer van deze leak, dat het eigenlijk de timer is van letterlijk het 5e rune event. En ik ga jullie uitleggen waarom. En blijf eventjes erbij. Blijf even goed luisteren naar deze video, want het is best wel ingewikkeld. In die leak, daarvan dus dat het event van Nexus gaat gebeuren. Of dat het in ieder geval de timer gaat eindigen van het Unvaulting event. Daar zien we dus heel duidelijk dat hij om 9 uur, als je het omrekent, om 9 uur 's avonds zal eindigen. Maar er staat daaronder het moment dat hij begonnen is. En dat is om 6 uur op 1 mei. En wat is er ook gebeurd om 6 uur op 1 mei? Juist het 5e Rune Event was toen begonnen. Maar dit Rune Event was geglitcht, waardoor we niks meer mee konden doen. Dus hij is dus gisteren om 11 uur gereset. Nou denk ik dus dat die leak het originele plan was. Dus dat er een timer zou lopen van dan tot dan. En dat er in die periode langzamerhand de vulkaan, of dat ding omhoog ging. Laten we zeggen, van Rune 5, de bar, dat die omhoog zou gaan in die tijd. Nou is het zo dat die gereset is. Dus nu is het om 11 uur gisteren begonnen. En is die tijdperiode gewoon korter. Dus ik denk dat het bedoeld is dat we om 9 uur dat live event gaan krijgen. Maar we moeten 11 uur morgenochtend ook even in de gaten houden. Want op dit tempo gaat het gewoon sneller. Er gebeurt het eerder, misschien dat het weer een fout is. I don't know. Maar ik denk dat het oorspronkelijke plan was dat het dus van 6 uur 1 mei tot 9 uur zaterdag, dus morgen, dat het dan zou lopen. En dat dan in die tijd het balkje vol zal lopen bij Rune 5. Het ziet er in ieder geval uit dat het is. We weten het natuurlijk niet zeker, maar het klopt allemaal precies als je de tijden naast elkaar zet en hoe snel het zou moeten gaan. Daarnaast is het ook heel logisch dat het event morgen zou zijn trouwens, want eigenlijk alle grote events zijn op zaterdag of op zondag. Dus we kunnen zeer zeker zeggen dat we morgen een groot live event gaan krijgen waar wij sowieso bij moeten zijn. En daar gaan we ook bij zijn. Hou even TeVeelGevraagd Twitter even in de gaten voor alle updates van wat er nou precies gaat gebeuren, wanneer we live gaan en wat we gaan doen. Want er is ook een dodenherdenking om 8 uur. Dus stel, we gaan 9 uur is het event en we weten het al bijna zeker, van 99% zeker dat het morgen om 9 uur 's avonds is. Dan zullen we waarschijnlijk iets later live zijn, zoals Matthijs in de ochtendvideo al heeft gezegd, omdat dodenherdenking natuurlijk om 8 uur is. En we willen gewoon stil zijn tijdens dodenherdenking, is gewoon respectvol en dat gaan we dan ook doen. Misschien dat we wel eerder live gaan, maar waarschijnlijk zullen we dan eventjes de stream op zwart zetten tussen 8 uur en volgens mij 10 over 8 of 5 over 8. Want dodenherdenking, duidelijk toch? Verder zal Fortnite hoogstwaarschijnlijk vandaag een tweet eruit gooien met dat er iets gaat gebeuren. Want eigenlijk altijd als er een groot iets gaat gebeuren, dan gooien ze gewoon een tweet uit van jongens, wees gewoon in de game om 9 uur, want er gaat wat groots gebeuren. Dus ik verwacht ook nog dat we een tweet gaan krijgen. Nou, dan heb ik nog een aantal andere... Wat wel happened? Ik ga opeens alles weg en opeens is hij uitgezoomd. Ik ga dat even fixen, jongens. Zo, we zijn weer terug. Ik weet niet waarom mijn camera opeens besloot om uit te gaan. Ik weet niet waarom, maar we gaan gewoon verder. Waar was ik gebleven? Oh ja, die tweet, ja, die gaat dus komen, dat verwacht ik dus. Verder, wat gaan we nog meer verwachten bij dit event? Nou, ik heb het al vaker gezegd in een video, maar ik ga het nog even snel opnoemen. Polar Peak gaat kapot, of in ieder geval gaat scheuren. Tilted Towers gaat er compleet aan, als we de leaks mogen geloven. En Retail Row gaat ook beschadigd worden. Echt groot beschadigd worden. Waarschijnlijk de brokstukken van de vulkaan, de lava en noem maar op. Dan heb ik nog iets wat ik eventjes met jullie wil bespreken. Namelijk de helm die is gevonden. Er is een helm gevonden in de leaks. Die gaat op de desk liggen bij het Nexus Event / het Unvaulting Event waar we het net ook al over hadden. En die helm... die ligt daar niet voor niets. Ik denk namelijk dat het de tier 1 of de tier 100 skin is van seizoen 9. Dit is een hele duidelijke hint, want die helm, waar komt die vandaan? We weten het niet. Ik denk in ieder geval dat hij dus van seizoen 9 komt en dat dit de eerste hint is die we hebben gekregen, of die we gaan krijgen, want die horen we nu nog niet te krijgen. Die krijgen we dan eigenlijk morgen pas, want morgen is het event. Maar dan zullen we een helm zien liggen en dat zal waarschijnlijk de tier 1 of tier 100 skin helm zijn. Zoiets zal het zijn. Dat vond ik wel even interessant om aan jullie te vermelden. Verder gaan we waarschijnlijk ook meer van dit soort hints krijgen bij het event. Dus hou je ogen open tijdens het event. En als je wat ziet, stuur het dan eventjes naar of Twitter of Instagram van ons @TeVeelGevraagd. Verder gaan we ook 3 hints krijgen, 3 teasers eigenlijk, van Fortnite. Doen ze ieder seizoen op Twitter. Gaan we 3 plaatjes krijgen, verdeeld over 3 dagen. En de eerste zal waarschijnlijk maandag zijn. Ze zullen ook ongeveer tussen 4 en 6 zijn. We gaan hier ook direct een video over maken als die er is. Als zo'n hint er is. Dus stay tuned. Abonneer met het belletje aan, want dan ben je altijd up-to-date. Verder heb ik nog één klein dingetje. Dat is namelijk seizoen 9 zal op 24 juli hoogstwaarschijnlijk gaan eindigen. Vond ik gewoon even interessant om jullie te vertellen. Is midden in de zomervakantie. Of, nou, nee, het is net begin van de zomervakantie volgens mij. In ieder geval, seizoen 9 eindigt hoogstwaarschijnlijk op 24 juli. Weten jullie dat ook meteen. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie deze video super tof vonden. Als jullie deze video super tof vonden, drop dan even een like. Abonneer op het filmpje met het belletje aan. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer en peace out. Doei!